van Jante van Max Groningen en vandaag staan we op het dakterras van Kooikeplein 9A. Nou, zoals je kunt zien hebben we hier super mooi uitzicht en kunnen we heel ver kijken. Het is hartstikke dicht bij het UMCG en de supermarkten zijn om de hoek. Het is ongeveer 1,6 kilometer vanaf de Grote Markt. Maar laten we eerst even naar beneden gaan en dan vertel ik jullie daar de rest. Nou, welkom op de begane grond. Ik loop eerst even een stukje naar achter, zodat ik jullie de buitenkant van het appartement kan laten zien. Nou, zoals je hier achter mij ziet, is daar het Maxbord. Dat is ook het appartement. Het appartement is gelegen op de eerste, tweede en derde etage. En de derde etage, dat is het dakterras, waar we net zijn begonnen. Nou, het appartement is voorzien van twee slaapkamers, een woonkamer, een mooie keuken en eventuele optie voor een thuiskantoor. Maar dat ga ik jullie straks laten zien. Nou, aan deze kant achter mij, misschien dat je het op de droneshots wel kunt zien, is het UMCG. En hier aan de voorkant is nog een kinderspeelplaats. Nou, verder zijn alle voorzieningen op loopafstand, dus laten we even een kijkje nemen. Voordat we verder gaan met de video, controleer of u al geabonneerd bent op dit YouTube-kanaal, uw notificaties aan heeft staan, zodat u een melding ontvangt bij een nieuwe upload. Bij interesse van een van de panden, ga naar onze website, selecteer Groningen, zoek de advertentie naar wens en laat kosteloos uw gegevens achter via de website. Welkom op de eerste etage. Ik ga even beginnen bij de woonkamer en die is achter deze deur. Dus kom maar mee. Nou, ik sta nu in het midden van de woonkamer. Aan de voorzijde en aan de achterzijde komt er veel licht binnen. Dat is natuurlijk wel fijn. Met de hoge plafonds heb je een mooi ruimtelijk gevoel in het appartement. Nou, dan gaan we eerst even naar de voorzijde. Nou, zoals je achter mij ziet zijn hier de grote raampartijen. Bij dit raam is er een eventuele mogelijkheid om hem te openen. Nou, het appartement is natuurlijk vrij in te richten, maar hier is eventueel mogelijkheid voor een bank, een tafel en aan deze zijde een televisiemeubel. Nou, dan gaan we nu even naar de achterzijde van het appartement. Nou, ook hier weer veel ruimte, mooie raampartijen achter mij. En hier is dan eventueel de mogelijkheid voor een eettafel voor ongeveer 6 personen. Nou, door het raam heen zie je het al, er is ook nog een balkon aanwezig. Er komt veel licht binnen en het is nu 's ochtends, dus de zon die komt aan deze kant op, waardoor je mooi ochtendlicht hebt. Nou, aan deze kant is de deur naar het balkon toe. Nou, we gaan nou even niet naar buiten, omdat het niet heel mooi weer is en het net geregend heeft. Hier achter mij is de keuken. De keuken is voorzien van een afzuigkap, een gasfornuis en heel veel opbergruimte. Dit is opbergruimte, hier nog een aantal lades. En hier is een mooie hoekkast. Nou, ik zal hem even open doen. De hoekkast heeft 3 etages, wat nog meer opslagruimte creëert. Zo, ik zal hem even dicht doen. Nou, dan is hier nog de kraan met de spoelbak. En er is een vaatwasser aanwezig. Een grote vaatwasser, dus voldoende ruimte. Achter deze deur zit een koelkast en hier is de magnetron. Maar dat is nog niet alles, want er is hier ook nog opslagruimte. Dus aan de opslagruimte in de keuken is er voldoende. Nou, op deze etage is ook nog een toilet en een extra ruimte, dus die ga ik jullie nu even laten zien. Achter deze deur is het toilet. Het is een hangtoilet met een kraantje of een fonteintje eigenlijk. Nou, dan zal ik jullie nu nog even de extra ruimte laten zien. Die is achter deze deur. Nou, wees niet bang, want dit is niet de eerste slaapkamer. Maar dit is eventueel een mogelijkheid voor een thuiskantoor of opbergruimte. Nou, dit was de eerste etage. Dan ga ik jullie nu meenemen naar de tweede etage. Welkom op de tweede etage. Op de tweede etage zijn 2 slaapkamers, een badkamer en nog een extra ruimte.
Nou, ik ga jullie eerst even de slaapkamers laten zien. Nou, dit is de eerste slaapkamer. En ook hier komt weer veel natuurlijk licht binnen. Bij dit raam is er weer een eventuele mogelijkheid om hem open te doen. Dat is natuurlijk wel fijn voor de frisse lucht. Nou, zoals je kunt zien is er voldoende ruimte voor een tweepersoonsbed, een kast en eventueel een bureau. Maar dat is ook een mogelijkheid om dat bureau in de extra ruimtes neer te zetten. Nou, dan gaan we nu even naar de tweede slaapkamer. En die is aan deze zijde. Nou, deze slaapkamer geeft uitzicht op de voorzijde van de woning. En ook hier weer veel raampartijen met de mogelijkheid om het raam open te doen, weer voor de frisse lucht. Nou, ook hier is ruimte voor een tweepersoonsbed, eventueel een kast en een bureau. Nou, dan ga ik jullie nu even de badkamer laten zien. Nou, in de badkamer is een ruime inloopdouche waar genoeg ruimte is om je shampoos en douchegel neer te zetten. Er is ook nog een raam aanwezig die open kan, voor de ventilatie wel fijn. En hier is nog een kastje voor opbergruimte. Nou, hier is een ruime wastafel met eventueel ruimte voor opslag. En aan deze zijde is het toilet. Het is een hangtoilet, dus dat is ook wel fijn. Zo. Dan gaan we nu naar de extra ruimte. En die is aan deze zijde. Nou, ook hier is weer voldoende ruimte voor opslag, eventueel een bureau voor een thuiskantoor. Dat is dan natuurlijk wel fijn. Nou, dan gaan we nu nog even weer terug naar het dakterras. Nou, welkom op de derde etage. Op de derde etage is het dakterras en hier achter mij is nog een washok. Zo, ik zal er eventjes inlopen. Nou, zoals je hier ziet is er een kraan met een wastafel. En hier achter mij is een mogelijkheid voor een wasmachine, want er is een wasmachine aansluiting. Nou, verder is hier voldoende ruimte om eventueel je kleren op te hangen. Dus dat is ook wel lekker. Gaan we nu nog even naar het dakterras. Nou, het dakterras hebben jullie natuurlijk al even gezien op de drone shot. Maar hier nog eventjes, nou we erbij staan. Je hebt hier hartstikke mooi uitzicht aan de achterzijde, maar natuurlijk ook aan de voorzijde. Nou, je kijkt hier helemaal, ja, je kijkt hier hartstikke ver over Groningen heen. En je ziet daar ook nog het UMCG. Dus een hartstikke mooie locatie. Nou, ik heb jullie nu de hele woning laten zien. Op de eerste, tweede en derde etage. De woning is voorzien van twee slaapkamers, twee opbergruimtes, een woonkamer met een mooie keuken en heel veel opslagruimte, een balkon, een dakterras en nog een extra wasruimte. Dus van alle gemakken voorzien. Nou, mocht je nou interesse hebben, kijk dan even voor de beschikbaarheid op onze website en misschien tot snel op een van de bezichtigingen.